Dat is de charme van het bekervoetbal. Iedereen kan in principe die beker winnen. Of je nou bovenin staat of onderin, of eerste divisie speelt, of amateurs. Iedereen heeft een gelijke kans. En ja, als je eenmaal daar bent, dan wil je hem graag in de hand houden. Woensdagavond treedt FC Twente in Alkmaar aan voor de halve finale van het bekertoernooi. We kijken alvast vooruit naar die wedstrijd. En met wie kan dat beter dan met Sander Boske, die met recht ervaringsdeskundige genoemd mag worden. Hij schreef de prijs al 2 keer op zijn naam en is ook nu als lid van de technische staf nauw betrokken. Koka, Koka, Boske! FC Twente wint de Amstelcup. Ja, prachtig. In 2001, de prijs die we toen wonnen, weet je, dat is echt wel, ik denk voor heel veel mensen, een ommekeer geweest om anders naar mij te kijken. Dat je dan zeg maar dan 3 penalties op het einde stopt, terwijl niemand er meer in gelooft. Ja, dat blijft wel bij natuurlijk. Het was niet zo'n prominente rol in de bekerfinale, maar goed, daarvoor wel vond ik. 2 penalty series gehad, waar ik weer 2 penalties heb gepakt, zeg maar tegen Ed Zwolle. En tegen PSV hier thuis. En in de halve finale tegen Utrecht ook wel een beslissende rol heb gespeeld. Ja, voelde het toch wel als mijn prijs. Ondanks dat natuurlijk Janko die winnende goal maakt. Op die fantastische voorzet van Theo Jansen. Maar na de wedstrijd heb ik die beker in handen gekregen. En ook die zo interdiem weggegeven. Dus dat voelde wel als mijn prijs. Ajax, daar hebben heel veel mensen heel veel plezier uit gehaald en beleefd. En ja, hoe de manier waarop je die wedstrijd nog winnend over de streep trekt, ja, is geweldig. En dat soort dingen blijven mensen altijd bij. En dat wil je graag als voetballer. Je probeert je keeper op gerust te stellen en een vertrouwen te geven en dingen mee te geven. Nou goed, als je dat dan oppakt, ja, dan is het mooi. Ja, dat gaf mij wel een extra goed gevoel dat we de penalty-serie wonnen nadat Joel een penalty pakte. Ja, dan ga je ook weer terug naar het verleden, naar jezelf. Goed, tegen PSV in 2011 pakte ik ook in die hoek de penalty, beslissende penalty tegen PSV van Hollande Engela. Ja, dat schiet dan wel even door je hoofd. Maar voor de rest, ja, je bent gewoon hartstikke blij dat je een ronde verder bent. Hoe is het dan dat je als club nu zo ver al bent gekomen, de halve finale, natuurlijk heel mooi hebt bereikt. Maar het ondertussen aan het vechten bent voor lijstbehoud. Ja. Ik denk dat heel veel supporters zoiets hebben van ja, leuk en aardig zo'n beker, maar we willen graag erin blijven. Ja, maar goed, dat hebben wij natuurlijk ook wel. Ja. Ik denk dat elke supporter wel wil dat we weer zeg maar naar de Kuip gaan en een feestje kunnen vieren. En het zou mooi zijn dat we en zeg maar lijstbehoud houden en dat we de beker in ons hand kunnen hebben, ja, dan hebben we achteraf toch nog wel een leuk seizoen gehad. Ondanks dat het natuurlijk in de competitie niet zo loopt zoals we eigenlijk willen dat het loopt.